Minister Armand Achaibesching van Financiën en Planning vertrekt morgen aan het hoofd van een delegatie naar de Verenigde Staten. De bewindsman zal er samen met zijn collega's David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gesprekken voeren met het Internationale Monetaire Fonds IMF, de International Development Bank IDB en met de Wereldbank. Met het goedkeuren van het herstelplan door en met de te ontvangen belastingsteun van het IMF zal de Centrale Bank van Suriname een betere dekking hebben voor de internationale reserve. Dit zal zijn weerslag moeten hebben op de valutamarkt. Met minister Achaibesching reist ook waarnemend CEO van Staatsolie aan het Jagezer mee, die gesprekken zal voeren met potentiële investeerders voor onze oliesector.